Special ging voor actie. Hoe duur was de suikerwaard voor film? En nieuwe verkeerssituatie aan de Jagannath Lakshmanstraat. Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt naar het 10 minuten jeugdjournaal. Gaatjes vullen of gewoon een schoonmaakbeurt van je gebit. Het is bij de jeugdtandverzorging iets langer wachten op je beurt, want een paar tandartsen zijn niet aan het werk. Ze staken. Normaal gesproken zijn alle vestigingen van de jeugdtandverzorging iedere werkdag open. Kinderen maken een afspraak voor een behandeling of laten hun gebit controleren. Sinds een week is er een discussie tussen de bond van de jeugdtandverzorging en het bestuur. Sommige tandartsen willen namelijk dat de directie van de jeugdtandverzorging opstapt. Op het werk waar je ook werkt, dat er problemen kunnen ontstaan. Dat niet iedereen met alles tevreden is. Dus, en van die problemen hebben wij dan als bond, als werkorganisatie, hebben wij dan een lijst gemaakt met de problemen. En die hebben we... We zijn er mee gegaan naar de minister, omdat we wilden dat die punten die op de lijst staan, besproken moesten worden. Sommige jeugdtandartsen zijn daarom wel gewoon aan het werk. Als er kinderen zijn die voor behandeling moeten, zijn we er hier voor degenen die niet in beraad zijn en die niet eens zijn met de bond. Zijn wij er vandaag, morgen ook, morgenochtend. Voor de ochtendpolie weten we zeker dat wij er zijn. Als je kiespijn hebt, kun je dus wel terecht bij de poli aan de Kernkampweg. Hoe lang de acties nog gaan duren, is nog niet bekend. Vandaag zijn de filmopnames begonnen van het boek Hoe duur was de suiker? En onze eigen presentatrice Janelva doet mee. Bijna elke Surinamer kent het boek Hoe duur was de suiker van Cynthia McLeod wel. Het is het best verkochte Surinaamse boek ooit. En nu komt er ook een film van. Voordat Ashana helemaal was uitgesproken, was Sarit opgesprongen en had Ashana 2 klappen in het gezicht gegeven. Jij vuile negerin, hoe durf je me zo te beledigen? Hoe durf je? De rol van Maisa, een slavenmeisje, wordt gespeeld door Janelle van Krin. Ken je haar nog? Fijn dat je hebt gekeken. Doei! Jarenlang heeft ze het 10 minuten jeugdjournaal gepresenteerd en nu mag ze meespelen in deze prachtige film. Het boek speelt zich af in de tijd dat Suriname een kolonie was. Het verhaal gaat over 2 zusjes, Elsa en Sarit, die in aanraking komen met slavernij. Er wordt nauwelijks in Suriname gefilmd. En dit is eigenlijk best gek. Maar dit komt omdat er geen suikerplantages meer over zijn in ons land, maar wel nog in Zuid-Afrika. Dit ligt hier ver vandaan, maar sommige delen lijken een beetje op het Suriname van lang geleden. De opnames kunnen eindelijk beginnen nu het script is goedgekeurd. De première wordt eind dit jaar verwacht. Nog even wachten en dan kan je zelf beslissen of je de film even mooi vindt als het boek. De nieuwe verkeerssituatie op de Jagannath Lakshmanstraat is vandaag ingegaan. Voor vooral autobestuurders was het even wennen. Het gaat om de Jagannath Lakshmanstraat, de Kommewijnenstraat en de Zonnebloemstraat. En de nieuwe verkeerssituatie is op dit kruispunt bij de middenberm. En de nieuwe situatie is die middenberm doorgetrokken met betonblokken, waardoor men niet meer de oversteek kan maken vanuit de Kommewijnenstraat en vanuit de Zonnebloemstraat. Het verkeer dat gewend was te rijden via de Kommewijnenstraat om te gaan naar de Zonnebloemstraat, zal nu moeten rijden via de Koesewijnenstraat bij het verkeerslicht rechtdoor naar de Gladiolenstraat en dan linksaf de Franschepanenstraat in. Klinkt ingewikkeld allemaal, behalve voor bromfietsers en fietsers. Zij kunnen afstappen en dan oversteken. Auto's moeten wel van route veranderen. Meneer Wip werkt op de afdeling verkeer van het ministerie van Openbare Werken. Hij was er vanmorgen al om 7:15 om de verkeerssituatie te controleren. We kijken hoe het verkeer zich beweegt in de nieuwe situatie. En als mensen de nieuwe situatie ook doorhebben. Dat wij een beetje gaan geleiden. We hebben ook op het kruispunt gestaan waar de verkeerslichten staan.
omdat wij daar ook de tijden van de verkeerslichten hebben aangepast. Dat is gedaan omdat er op dit kruispunt een heleboel conflicten ontstaan. En een conflict is een situatie waarbij voertuigen elkaar tegenkomen en een verkeersopstopping ontstaat. Daarna zijn er veel verkeersongevallen, aanrijdingen met blikschade, met letsel en zelfs met dodelijke afloop. Niet iedereen is blij met deze nieuwe situatie, zoals meneer Dasa Singh, een van de directeuren van de Kopenhagenmarkt. Hij kent de oude situatie al 26 jaar. Het gaat om alles het belangen, maar mijn belang zit ook erin dat we minder verkopen. Zondag was het helemaal erg. Zondag was het voor het eerst zo erg. Ik heb gevraagd aan meneer Wip, er is geen alternatief voor ons gecreëerd. Bijvoorbeeld als ik nu van hier naar Sonnebloemstraat moet gaan, moet ik helemaal bijna naar Broek-op-Pontoland om te keren. En ik zeg zeker, veel zeker ben ik van alle andere mensen, dat het gevaarlijker is dan hier. Want daar zijn er veel meer doden gevallen dan hier. Maar ik heb al met meneer Wip gesproken, is even met je uitgelegd. Het is niet dat er iets speciaals is. Het is om te kijken of het nog doorgaat, moet het doorgaan. Als het niet werkt, gaan ze verwijderen. Dat is de bedoeling van deze nieuwe maatregel. Het is niet blijven. Werkt het niet, dan komt er een andere maatregel. Misschien drempels, zei meneer Dasa Singh. Maar er worden verschillende verkeersmaatregelen getest. De allerbeste wordt daar uitgekozen. Maar dat duurt nog even. Je hebt het zeker al gezien. Langs de waterkant staan er allemaal borden met tekeningen en foto's. En achter de borden wordt er druk gewerkt om de waterkant helemaal op te beuren. Een poosje was het wat rustiger, maar inmiddels is het werk weer flink opgepakt. De borden zijn er ook geplaatst zodat het aangenamer is om er voorbij te wandelen. Want daar staat de waterkant onbekend. Iedereen is er wel eens geweest voor een hapje, drankje of gezellig wandelen. Maar de laatste tijd ziet het er anders uit. In april 2012 zijn de werkzaamheden begonnen. Grote kranen rijden heen en weer en arbeiders zijn druk bezig. Het ministerie van Openbare Werken wil met de werkzaamheden de omgeving van de waterkant verfraaien. Verder zijn er plannen om de kade te verstevigen, zodat er geen overstromingen meer zullen zijn. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I had nothing to live for, and looked like nothing's gonna come my way. De werkzaamheden kosten in totaal ongeveer 7 miljoen euro. Dat is ongeveer 28 miljoen SRD. Dat is heel veel geld, maar de regering vindt het belangrijk dat deze buurt mooi is. Het is namelijk het hartje van Paramaribo. Het is nog niet duidelijk wanneer alle werkzaamheden afgelopen zijn. Het 10 minuten jeugdjournaal neemt steeds een kijkje om te zien hoe het er loopt. We houden je dus op de hoogte. En hiermee zijn we weer aan het einde gekomen van deze uitzending. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!